Ze nemen hier hun rust. Op een enkele schermutseling na. Maar het meest bekende grote wild van de Masai Mara zijn wel de gnoes. De kuddedichtheid verschilt hier van seizoen tot seizoen. Ruim een miljoen gnoes verspreiden heel wat mest. Iets waar al snel de mestkevers op afkomen. Een enkele mestkever kan per dag 250 keer zijn eigen lichaamsgewicht aan mest begraven. Helaas haalt niet iedere genoeg de nieuwe morgen. Maar het drama hier dat lijkt te hebben afgespeeld, betreft niet alleen de genoeg. Ook deze mannetjesleeuw heeft een probleem. Hij is oud, heeft veel last van het ongedierte, een versleten gebit. Waarschijnlijk niet in staat om zelfs nog een prooi te vangen, blijft hij de resten van dit kadaver bewaken. Dit is ook wel nodig, want kapers zijn er genoeg op de kust. De vale gieren hebben hem reeds van verre opgemerkt. De vale gieren blijven er nog steeds van alle kanten bij komen, net als de marabous. Maar niet alleen gieren, ook deze zadelrugjakhals heeft wel belangstelling voor zijn aas. Als we hem volgen, komen we bij de ingang van een hol in de grond. Bij het hol ligt zijn vrouwtje. Ze neemt als het even kan haar rust, want ze heeft nogal wat te stellen. Met haar 5 jonge jakhalzen die rondom met de hol aan het ravotten zijn. Jakhalzen leven in een met urine en uitwerpselen afgebakend territorium in open of met enkele bomen begroeide graslanden. De secretarisvogel is een roofvogel. Slangen die hij in zijn geheel inslikt, kleine zoogdieren, andere vogels en reptielen vormen de belangrijkste voedselbron van deze vogels. Bij olifanten denk je toch het meeste aan kuddes op de grote open Afrikaanse vlaktes. Toch, sommigen zien er niet tegenop
om het hoger op te zoeken. En hoog in de bergen op eten uit te gaan. Eenmaal beneden verdwijnen ze in de struiken op weg naar de open vlakte. Hier op de Masai Mara vinden we de meest voorkomende, de steppenzebra. De wetenschap heeft ooit eens de vraag gesteld: zijn zebra's witte dieren met zwarte strepen of zijn ze zwart met witte strepen? Onderzoek heeft uitgewezen dat het laatste waar is. Ze zijn zwart met witte strepen. Giraffes op de savanne eten meestal bladeren van hogere bomen en struiken. Dus als je dan als giraf iets van de grond wil eten, moet je er toch behoorlijk wat moeite voor doen. Vanuit de Masai Mara gaan we wat verder zuidwaarts naar een heel ander gebied. Het gebied rond Lake Natron, afgelegen gorddroog en ruw terrein, zodat de zon vaak niet zichtbaar is, omdat de hele atmosfeer met stof gevuld is. Aan de met stof gevulde horizon zien we iets op ons afkomen. Het is een kudde zebra's die dit onherbergzame gebied bezoekt om zout op te nemen uit het meer. Een plaatselijke Maasai zal ons met een heftige wandeling naar het beginpunt van de rivier een waterval brengen. Al bij de waterval gekomen, doet het idyllisch aan. Van hier terug is goed te zien hoe de rivier zijn weg tussen de steile rotswanden zoekt. Terug in het dal aangekomen biedt de rivier een buitengewoon en onverwacht contrast met de hitte en de stof. Lake Natron de meest belangrijke broedplaats is en het enige broedgebied in Oost-Afrika is voor een deel van de 2,5 miljoen bedreigde kleine flamingo's die hier naast de grote flamingo's samenkomen tussen augustus en oktober. Als het zoutgehalte toeneemt en het aantal cyanobacteriën verzamelen de kleine flamingo's zich langs de zoutmeren en voeden zich hier met de blauwgroene algen met rode pigmenten. Met de ondergaande zon op de achtergrond verdwijnen we samen met de kleine flamingo
vanuit het Lake Natron gebied en ga nog eens verder naar het zuiden. Een mooi glooiend heuvellandschap met daarin een rustende en grazende kudde buffels. Met dit vredig aandoende plaatje zijn we in de Ngorongoro krater aangekomen. De Ngorongoro-krater is de grootste ingestorte vulkaankegel ter wereld met een oppervlakte van circa 260 vierkante kilometer. Door de hoge kraterrand rondom ontstaan er verschillende klimaatzones en draaiwinden in de krater, waardoor zout en stoffen soms hoog opwaaien. In hun jaarlijkse migratie passeren de gnoes ook de krater. Er ligt een groepje hyena's te luieren. Totdat een van hen het plan opvat om eens wat leven in de brouwerij te brengen. In het begin is er bij de gnoes nog weinig paniek, maar wordt er rustig doorgegraast. Toch wanneer de hyena te dichtbij komt en zich tussen de kudde begeeft, ontstaat er lichte paniek. Ze rennen wat heen en weer en verplaatsen zich naar een ander deel. Maar omdat de gnoes wel weten dat een hyena alleen weinig uit kan halen, keert al snel de rust terug in de kudde en grazen ze verder.